tijdje geleden gezien. Dat was echt een film waar ik echt ontzettend bij moest huilen toen ik klein was. En ik zou nog wel eens zien. Lauren Hardy films. Zoiets. Maar ik bedoel, dat zijn de bekende films, maar ik wil juist altijd zien wat ik nog niet ken. Dus daar heb je nou het film gezegd. Dat je dingen ontdekt die je nog niet kent. Dus ik ben heel benieuwd wat ze voor verrassingen ze gaan brengen. Als ik nou naar mezelf eerlijk kijk, en dan ga ik in Nederland echt veel naar musea, meer in het buitenland. Ja. Heb jij dat nou zelf ook? Kan je nog herinneren wat de laatste keer was dat je in Nederland naar musea ging? Nou, die Hermitage hier in Amsterdam. Dus daar ga ik regelmatig heen. En ik ga wel de laatste tijd wat vaker naar het Nederlandse musea toe. En Amsterdam is daar fantastisch voor, maar ook andere delen van het land. Dus we hebben echt heel veel in huis hoor. Dus, ben je voorbeeldig in museumbezoeker? Ja, en ook een beetje voor mijn werk, want ik ben ook cultuurwoordvoerder, maar ik doe het ook wel voor mijn plezier. Om even niet te lang, want ik hou niet van een uur door een museum heen te gaan lopen, daar hou ik niet van. Maar soms af en toe een half uur tot drie kwartier doorheen lopen. Dat is heel leuk. Dankjewel, dat is een leuke ding. Nou ja, meneer, mag ik vragen wie u bent? Ik ben Henk Jordan. En u filmt volgens mij niet voor iemand. U heeft geen accreditatie voor de persvak. Nee, dat niet. Zou u misschien even uit de persvak willen gaan? Dat wil ik doen. Ik gooi heel even op beeld. Nee, dat u degene bent geweest die dat tegen mij gezegd heeft. U mag in vak 4. Dat is goed, mevrouw. Oké, dank u. Dag mevrouw. Ja, zwaai nog maar even.